Ik kan niet naar binnen, oh, dat is kut. Maar laat me zitten dan. Ik kon je wat trucjes laten zien. Er zijn bepaalde dingen met die... Met die oh, wacht. Ik kan niet met hem naar binnen. Wacht. Want hij is natuurlijk level 60. Hem kan ik wel bekennen als ik is. Ja. Nou, bij mij is op zich ging het best goed. De laatste keer, toen had ik eigenlijk nog te veel stenen erin staan. Nou, weet je wat het is? Die eerste drie fases, hè, als je daar een beetje aan gewend bent, dan kom je daar meestal deflus doorheen. Oké, okay, normaal spont hij hier. Hè? Spon je hierboven. En je kunt er niet langs jumpen zonder schade te krijgen. Dan staat hij hier, waar ik nou sta. En dan doet hij gewoon VZN, BBBU, laserbeams, etc. Wat je dan doet, is je laat hem je wegduwen naar onder toe. En dan is hier... Ja, hier heb ik al een paar keer gestaan. Ja, hier is een safe zone. Ja. De tweede keer zal hij ongeveer hier ergens staan. En dan is dat geen safe zone meer. Maar dan kun je deze kant op. Maar en hier is ook een safe zone. Ik word doorgaans niet geraakt door die stormen, laat ik het zo zeggen. Dat zit ik altijd wel safe. Dit zijn allebei complete safe zones. Hier kunnen ook die stormen die bewegen, die kunnen niet die kant op komen. En er is ook nog een safe zone helemaal aan de rechterkant. En voor de rest is het gewoon het gevecht leren kennen. Je moet er echt voor zorgen dat je je speed potion unequipt. Want te snel lopen is gewoon echt hartstikke dodelijk. Hm. Ik heb de speed potion met deze beeld nodig om snel genoeg voor de meteor te zijn. Nou, als je 25% movement speed boots hebt, dan ben je in principe snel genoeg. Die heb ik. Ik heb 30%. Het probleem is alleen, ik verlies 8%. Ja, maar dat maakt niet uit. Die verlies ik ook. Verliest iedereen. Ja, behalve bepaalde klassen, die verliezen dat niet. Maar zonder speed potion moet je gewoon uit die meteor range kunnen komen. Je moet misschien een keertje flame dash of zo. Als je zeg maar een halve boog maakt, moet je op een rechtstuk even flame dashen. Maar daar kom je echt wel uit zonder potions. Want op het einde van de laatste phase heb je gewoon geen potions meer. Of in ieder geval, ik heb dan geen potions meer. En dan is het gewoon aankutten zonder potions. Oh zo, ja oké. Okay. Ik ga die laatste phase in met alle potions nog. Ja, ik ga de laatste phase ook in met met volle potions. Maar op het eind van die phase heb ik dat niet meer. Ja, oké, fair enough. Even en dan kijk. Moet je ook allemaal kunnen ontwijken. Steen hadden we erin zitten, dus dan... In totaal moet ik nog 4 conquerors en dan heb ik ze allemaal. Zeg maar. Fijn, hè? Ben je er vanaf? Dat kun je overal alle stenen in flikkeren. Ja, daarom was die ook... Op 7, omdat ik 1 steentje bijgooide en flipte die van 6 naar 7. Oh ja, maar ik vind dat niet erg. Het is jammer dat hij niet op 8 was, want vanaf 8 begint hij een acceptabele kans te krijgen om. Een fatsoenlijke kans te krijgen voor Awakening Champs. Vanaf Awakening 4 kan die Awakening 5 kan die Awakening Champs ook droppen. Maar de kans is zo klein dan. Hij hoeft maar 1 keer mazzel te hebben, moet ik eerlijk zeggen, hoor. Nou, dat was vlug afgelopen, maybe. Je gaat nog even verder met dit ventje of pak je je totemtype trouwens? Ik ga naar mijn totemtype, ik wilde alleen even mee vervluchten. En die ging heel vlug. Ik kom binnen, die eerste bos die spont, dan begin ik op de balderen, de tweede loopt langzaam terwijl de eerste explodeert. Nou, die had nog maar half hitpoints, dus de derde komt binnen en wat denk je? Ja, die explodeert. De tweede explodeert langs de derde en kilt de derde. Oké. Okay. Alles is gehoord. Oh, ik heb even kijken. Map is occupied bij de eradicator heb ik eenmaal. Dat is niks. Ook een eradicator en dit is een purifier. Ga ik straks bewaren. Ik moet alleen nog even
De beeld in elkaar flikkeren natuurlijk nu. Oh ja. Jij flikkert maar een beeld in elkaar. Mijn beeld is ook nog lang niet klaar hoor. Ik heb nu de damage notes. Ik pak altijd, als ik de leak start voorbij heb, begin ik gewoon direct met de damage notes. Zodat ik de volle damage kan doen. Dus ik heb nu de volle damage. Op de sensie, ja. Maar ik heb nu alleen nog maar survivability notes in de planning staan. Ik had een cluster jewel. Moet eens kijken wat die cluster jewel kost trouwens. Kan dat een dure grap worden? Ik denk dat hij die super combo hier heeft, hè? Fasting, primordial en rotten. Ja. Dat heeft hij inderdaad, uiteraard. Wat dat kost. Even kijken. Mijn setup. Vision Pulse, die heb ik hier achter hangen. Samen met hypothermia die wil leggen. Klaus. Was het als ik ze alle drie wil hebben? Dat zal wel een meer exalt item zijn. Oh. Penetration. Damage die heb ik. Nee. Ik ga nog even kopen. Multiple totems. Zo. Oh. 150 kilo's. Rad of Ash Moesters uit. Dat kan ook wel. Gewoon om me de ellende te besparen. 50 kilo's heb ik, hè? Ja. En Oh. Frostbite, frostbom, frostbom. Action level 14. 6. Die tablet. Even mijn character uitkleden. Hoe gezegd. Zo, even kijken wat hebben we nodig. Blauw, twee rood, groen. Die hebben we nog niet. We hebben het blauwe, rood en een groene. Ook nog niet. En drie blauwe, rood. Dat wordt dan de... Oh nee, moet je kiezen. Daar. Dus, twee blauwe, rood en groen. Weer eruit pakken. Wacht, die zijn hetzelfde. En...
Dus Dex. Dan sta ik hier in groen. Eigen scroll. Dat is hier het vries tot. Is nou offline. Freedom comes to those who fight. Ik doe even het spel opnieuw opzocht trouwens. Zo. For freedom. Dat. Ik weet ook niet wat ik daar nog voor nodig heb, maar dat kijken we daar alweer. Hop, terug. Die. Een Dex. Dus proberen. Minimaal 3 rood. Even gewoon rood. Even goed. Twee blauw, rood en een groen zijn. Zo. Achter. Ability. Was blink. Zo. Nou, alle gems leeg. Kom spel cascade. Elkaar geschikt. Dat moet in deze. Ik heb er een bij. En. Oh. Nou, we steken. Samen als we damage steken en een integration op. Dash met end to end en snipers maken. Dat is een. Moet dat shield zijn? Wel hè. Ja. Oh, plus 1 met een dood. Ah! Zeg maar als je het weer bent, Roy. Ik moet eigenlijk nog een paar keer reloggen voor gems te kopen. Ik weet het zelf ook. Act 5, SAS. Ja, maar moet ik currency weer meenemen? Nee, hoeft niet. Access kun je die zooi gewoon kopen. Ja, maar 60. Enkels.
Zoek de Union Gems, ik heb geen mening. Mission on you. Zijn we niet aan. Vision Gold Resistance, Gold Resistance, Physical as Gold, Gold Lock. Kan ik niet aan. 5 life per second. Lightning Resistance to Block, oh, dat is op zich niet verkeerd. Ja. Gaan we niet aan. Is goed. Twee tot zes fire. Zes gold. Kast. Een mina. Allemaal blauwe zijn. Die wil aan één kant. Oh nee. Een rode. Die perfect, want die hebben we zo gekleurd. We hebben. Oh, ik heb geen pockets meer. Nou, dan doen we die voorlopig even. Altijd leuk, jongen. Want als je hier in Act 7-8 rondloopt en dan zie je iedereen met tabula's rondlopen en met dingen, de resist helm. Ik heb die ook open, hoor. Daar niet van, maar. Wacht. Dan hebben ze de MTX nog niet aanstaan. Hallo. Dat is wat anders doen. Dan ziet het gewoon dom uit. Journey well. Wacht ik mee. Hey, heb ik niet. Tata. Oh, wel, maar. Eerst wat dit doen. 16 heb ik er. Normaal. Niet goed wel. En dan lukt het een beetje met de omzet, of mis je wat? Godverdomme. Mis je niks? Wat spannend zo. Zo. Even kijken, daar missen we één groene. Dat is added gold. Dat is wel. Ja. En eerst weer stage openen. Daar zijn. Nou, daar gaan we. Frostbite. Tot steeds liggen super makkelijk. Dat is fijn. Spel.
Cascades. Oh, wacht. Alarm. In. Weer rood kijken, Roy. Weet je wat het roodjamers goed is? Kijk, dan moet ik nog een spelcascade hebben. Zo. Waspomp moet daar nog bij. Dan. Dat. Doe ik nog een increase duration bij. Dan hebben we een cold snapper cast van damage teken. En een bone chill. Zo. Dan hebben we aim dash, hot dash. En second wind en snipers mark. Maar ja, daar hebben we geen healing voor. Moment. Want zoveel geluk heeft Royke weer niet. Al die. Even. Dieven. Dash opzetten, heb ik in ieder geval iets van movement. Maar één keer. Ja, is beter dan niks natuurlijk. Geef hem maar een invite als je zover bent dan. Ben ik even verder met kwasten. Dan merk ik dat vanzelf wel. Flame dash moet ik uitvissen. Deze. Die wil ik wel nog houden. Voor straks, als ik wel geluk heb. Oh, die baan. Oh, maar dan moet ik eerst... Die sokte. Laat maar eens just kijken. Ah, het is goed. Fire mag beter. Lightning is heel erg goed. Heel vreemd is. Ja, die kan er wel uit. Kijken of we wat extra fire hebben. Oh nee, wat speciaals weer doen dingen. Even kijken, hoe zat dat met die ringen? Die ringen. Je moest één blauwe dragen, maar dat geldt alleen als je de headpiece hebt. Oké, okay, dan heb ik daar nog geen last van. Tot die tijd moet je Kikazaurus dragen, twee stuks. Dat is een unieke ring. Dat is een zilveren ring met een oranje handje.
Ik heb er sowieso vast één. Er ligt er waarschijnlijk ook al eentje in de bank, want ik pik die dingen toch altijd op, want ik ken mezelf. In tweede. Daar ga ik een beetje voor kijken. Als het tafel had, ligt er, liggen die. Als het goed is, in ieder geval. En ik die ook echt heb opgepikt. Zit dat niet? Zeg. Is dat zo? Ah. Dat ging kiki. Ik heb er sowieso eentje, maar oké, dan skip dat maar even, dan geef ik je die zo meteen wel. Maak de rest maar van zijn oren. Ja, ja, ik was even aan het kijken naar mijn recess en toen dacht ik van, oh wacht, er was iets met die ringen. Jij met die ringen, die geven niks qua recess, hè? Nee, daarom. Ik moet mijn bestaande ringen uitdoen. Dan zijn mijn recess all over the fucking place. Ja, als het hoort. Los met meer resist, hier is op fire op in die link. Lightning opzetten, fire. Trouwens, kijk eens, hoe geeft ze wel resist? Lightning even in mijn hoofd. Ja. Ja, lightning was ook geen probleem. Dat ook in die guide zo van, ja, het heeft weinig zin om 200% lightning resist te hebben, maar 25 fire. En dat ben ik helemaal met hem eens. Daar heeft hij enigszins gelijk in. Even wat op. Daar zit geen resist. Daar zit geen resist. Eetje. Veel te weinig op. Weg doen. Die is op zich wel leuk. Dit verkeerde kleuren. 44 lightning. 42 lightning. Fuck. Die heel goed geweest. Haakjes. Fire and Gold, die kan ik niet aan. Is redelijk weinig. Niks. Op daar zei niks. Dan moet ik hem weer hier rollen. Probleem op het moment. Wel, ja, dan op 102 lightning. Oh ja, die heeft lightning resist. Nou, dan gaan we eens kijken of we daar wat anders voor kunnen verzinnen.
de banken voor nu. Oh ja, hier is ook een lightning op. Hier kan ik wel nog wat krachtig, gok ik. Heel veel gold. Shit. Oh. Wat is er ingeleverd eigenlijk? Wat is dit? Wat heb ik? Wat is dit? Een koelgezust. Oké. Okay. Kan ik wel even mee vooruit? Kan ik. Mooi, kan ik Flame Dash hierin gooien? Kan ik nog een. Second Wind of Snipersmaak? Wat doet Snipersmaak? Wat doet Second Wind? Snipersmaak. Die kan ik sowieso niet equippen. Oké. Okay. Staat deksel? Daar zit all attributes, oké. Okay. Second wind. Skills. Ik kan nog spang deze in doen. Komt wel goed. Zal wel iets omhoog gaan. Die zit al goed. Dus eigenlijk kijken of ik een klein beetje fire resist kan craften ergens. Kijk. Kan. Helemaal weer vernukt. Ah, godverdomme. Farewell. Ik heb zonder die tweede ring aan heb ik 79, 81, 72. Min 10. Dus met die andere ring aan, dan heb ik in ieder geval al mijn resistance weer gefixt. Kijk eens houden. Toevallig naar het af in de stad. Killstash.
9. Zo. 79, 81, 95, mijn 10. Dan moet ik alleen nog even kijken hoe ik mijn skills neer ga zetten. Het enige wat eigenlijk belangrijk is, is Freezing Pulse Totem. Er is allemaal icing on the cake. Aura's, die zijn ook belangrijk. Als het goed is, maak je gebruik... Oh nee, dan nog niet. Nee. Je hebt geen aura's, denk ik. Zal ik wel op de punten dat ik jewels erin kan duwen? Even een skillpointje induwen. Ja. De komende 2 skill points kan ik daar wat mee. Even kijken, waar waren wij mee bezig? Moet ik even dingen inleveren? Fijn. Northern Forest, dat is. Oh, één haak terug. Will prevail. Echt kot. Wat zit hier op? Zit een beetje live op. Kan die eventueel straks pakken? Voor de rest niks interessants zit. En ik kan mijn blokshield aan. Poep. Dus het veel plezier om mij te killen. Ondanks dat ik geen hitpoints heb. Ik weet niet of ik daar heel veel moeite mee heb. Wat om mij te killen? Ja. Freezing Pulse vind je. Het zal wel wat prettiger worden dan met dat andere. Nou, nee, ik denk dat het allebei maar moeilijk gaat worden. Wat blok dus, of ja, ik ga behoorlijk wat blok krijgen. Ik heb nog niet behoorlijk wat blok. Ja, oké. Fair enough. Ik weet niet hoe dat zit met die explosive dude, omdat die zoveel 20.000 of 28.000 damage in een hit doet. Ik weet niet of je dan nog heel veel te blok hebt. Nou, blok is gewoon alle damage weg, hè. Ja, met 12 hits, hè. Bij een PvP heb je iets van een 90% damage reduction of iets doms.
must have time to gather my. Big war squad. My mana is spent. Oh, dat was de laatste. Voorbij. En die er bij. Ik wil nog wat chance dingetjes pakken. Doe maar. En in het midden zien. Dat ook weer gedaan. Je bent nou Freezing Pulse. Ja, ik moet alleen nog even mijn movement fixen. Zodra ik weer Color Gems heb. Movement fixen, hoe bedoel je? Oh, je dinges. Links. Twee groen, twee groen en één blauw hebben. Dus dat komt op zich al. Een soort item. Ik gebruik het Thorium Spirit Shield. Op moment. Daar kunnen sowieso maar drie links in totaal op. Ja, hoef ik maar drie. Twee groen, één blauw. Nou, geef me dat ding even. Gooi even van de bank. Twee groen, één blauw. Ja, twee groen, één blauw. Trouwens. Fire Cold, die ook maar even bewaren. Ja, dat stun en blokken cover hierop zet. Twee groen, één blauw, zeg jij. Ja. Oké. Okay. Even kijken. Je wil er denk ik hitpoints bij gecraft hebben. Maar dat moet ik eraan gaven.
Dit is gewoon een spirit shield wat ik gevonden heb, hè? Niks speciaals. Nou, dat zeg jij, dat is niks speciaals. Ik vind die heel goed. Hallo. Die plus 1 op Froskill gems, dat is echt heel erg gaaf te gaan. Ja, maar dan zit mijn movability in. Ik weet niet of dat geldt. Nee, is voor alle skills. Oh, ja, dan ja. Dat is echt wel een nice shield, toch? Plus double resistance. Ja, ik heb er hitpoints op gekraft. Moet je er nog wel anders mee gooien. En dan de resistance harvestcraften. En de hitpoints harvestcraften. En banaan is gaan. Even kijken, waar was ik? Arlaki Tempel. Fireflies, waren dat er 7 of 8 die we hebben? Quest state kijken. Hij geeft aan van lever maar in. Ja, die lever maar in. Araki Tempel dus. Araki Tempel en Causeway. Moet die Kishara Star moet ik vinden. En dan naar die Araki Lee Stempel. Ja, maar we kunnen ook naar de Aspirant Trial gaan. Oh ja, dat gingen we eerst doen, hè. Want ik loop al anderhalf act verder. Ik was eigenlijk op jou aan het wachten voor de Aspirant Trial. Wat shaperding? Wat shaperding? Die loops. Kats! Ja. Celestial zombies heet die shit. Ja, letterlijk. Ja, er was een paar packs Celestial Pets. Dan kreeg je de Celestial Zombies, Celestial Spectre, Celestial Summon Raging Spirits en nog iets Celestials. You have been retained. Oké, ik moet trouwens wel niet te volgen staan, want ik heb niet veel hitpoints. Mijn blog is nog niet op orde. Het ziet cool uit, hè? Celestial Pets. Ja. Het enige waar ik van een balen ben, ik heb daar twee golems tussen zitten. Die zijn niet Celestial. Ja, op het moment zie ik alles. Oh ja, nee, die Earth Golems zijn inderdaad niet Celestial. Oh. Earth Golem en ik heb er nog eentje. Een Carrion Golem. Hop. Pak dat ding dan. Kan ik niet. Maar dat kun je niet. Dan is je ook voor mij ook, dan heb je pech. Zunt van de Orf, die zijn we zoveel aan het gebruiken. Op het moment. I must have time to gather my will. Heb ik al een doorzet? Oké, dan doe deze kant op. Onderlangs. Deze denk ik dat we moeten hebben. Nee, die moeten we niet hebben. Boven zal geen deur zitten, denk ik. Speak hoe de layout hier is. Nee, hier moeten we niet in. Nog een orb. Naar buiten toe, denk ik. Au. Volma. Dat is een moeilijk mees. Of een moeilijk mees, geen duidelijk mees. Was daar rechtsboven al geweest? Ik wou hoe jij nou ingaat, daar wou ik in. Oh. Want daar is stuk dood allemaal. Ja, dan moeten we toch daar achter naar binnen.
Ik zal wel dat je bol. Oh, hier is het. Daar is het gooi. Dan. Raps. Eten. Je raas komt wel heel in. Time comes to strike. An emperor strikes without hesitation. An emperor strikes without hesitation. Does the scepter to entertain doubt is to dance in the end. Give up yourself. Dude, you've been dood. Nou, weet het alleen nog niet. Nee, weet ik, soms eventjes is. Ik wil me eventjes mappen. Was dat aura ding wat jij om je heen aan het vangen? Oh, dat is cosmetic. Die ziet er cool uit. Hoort bij, dat... hoort bij dat pakje wat ik aan heb. Ga ik even kijken van welke leak dat was. To gather my will. Ik zal hem op een communication hebben. Met mobs. Nou, je gaat de weekend op. Daar rechts. Daar naar binnen. Ja. Is ook zo nog, dat is fijn. Kill, maar. Ik heb een extra zombie gekregen. Even kijken. Daar. Die en die. Ah, oké. Okay. Even pissen. Zo, is dat ook weer gefixt. Doed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 o
Oh, dat is uitstoep. Uiteraard is dat uitstoep. Waarom zou het wat anders zijn? Greetings. Ik moet wel. Ik moet hier zijn.
Ik wil eerst even naar de wc. Kan ik Chrisje vertellen welke dat zo was? En jetzt. Wat zit hier eigenlijk onder? Het is recovery rate, boeien. Hier. Offering skills also affect you. Ja, ja, hoi. Even kijken naar die pets. Niet dat ik pet beelds heb, maar... Zo. Ben jij er weer? Nou weer. Zo. Dat heet Council Character Effect. Council Character Effect? Ik ken niet. Microtransactie. Niet, maar wel cool uit moet ik zeggen. Nou, ik denk dat valt pas wel een beetje bij een totemtype. Weer een beetje de cosmetics aan te passen op wat voor poppetje het is. Dat probeer ik ook een beetje. Komt wel. Met een wijntje lukt dat makkelijker dan met de andere. Ja. En gewoon pets. Ja, dat je een skin hebt ofzo. Ik ga zo de laatste enkel weer in. Maar een kleine area's en dan heb ik het. Ik ben niet zo. Ja, maar ik denk dat het ook mee te maken heeft dat ik precies weet waar ik naartoe moet en waar ik niet naartoe moet. Oeh. Dat maakt heel veel verschil uit. The guys away. Ik vind dat de laatste schermen maar lang duren de laatste dagen. Ja, ik ben er niet echt op aan letten, moet ik eerlijk zeggen. Al misschien ook wel te maken hebben met de stabiliteit die ze proberen erin te brengen, maar... Ja, de stabiliteit die ze momenteel hebben.
ancient rare champion has fallen, but a killing blow reveals his final sacrifice beneath the morning sun. Maar resistance capped voor als ik zo meteen Kitava kill. Ja, ik ben ook, gecapped. Ja, ja, maar ik zit er ook al 30 boven. Ja, ik niet. mijn resistance waren helemaal van de wap met dit wisselen. Dat is niet vreemd, hè. Je kunt of je resistance was gebaseerd op je andere keer, niet op deze keer. Juist. Het ergste van alles is, hè. Straks gaan die ringen weer af, hè. Ja, maar dan krijg je het juist makkelijker. Nee, want dan zijn mijn resistors weer all over the fucking place. Ja, maar volgens mij die helm die pakt, als is iets van resistors of zoiets dergelijks. Dat weet ik niet. Het is al even uit mijn hoofd. Ja, luister, je komt sowieso je resistors dus weer onder. Nee, dat sowieso gelijk met deze. Daarom, tuurlijk, het is alleen lightning wat wegvalt. Klopt. Als je op die helm fire zit, ja, dan ga ik de bodem in natuurlijk. Vergeet niet dat je ook met de dinges jewels, de gewone jewels, de cobalt jewels en zo, dat daar ook hele goede resistance ringen tussen zitten. Dubbel resistance ringen, triple resistance ringen. Nou zeg jij wat, hè? Ik heb het over jewels. Ik zie net dat ik helemaal geen amulet aan heb. Just in time. Ik heb een amulet afgedaan vanwege kijken hoe ik van mijn resistance uit moet komen. Dat ik eens even uit de bank halen. Zul je merken dat je momenteel met je resistance nog een stukje beter eruit komt zoals ik. Nou ja, ik mag nou al niet klagen. Ik bedoel, 72, 74. Oh, wacht. Ik had de cursus op me. Onder cursus is het 79, 81, 95.